Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdagmiddag. En ik ben op kantoor, zoals jullie zien. En ik ga nu naar huis eten met Sander en Olly. En dan ga ik mijn koffer inpakken. Want morgen gaan we naar Duitsland. Good morning, het is zaterdagochtend. En ik ben even nog de laatste spulletjes aan het pakken. Oeh, ik heb hem haar gedaan. En dan gaan we naar het vliegveld. Ik heb deze trui aan van Balenciaga. Hij is zo warm binnen. Ik hoef eigenlijk niet eens een jas aan. En deze broek van Noor Amsterdam, ook echt super zacht. En Balenciaga's. En ik gooi even alles in de koffer en dan gaan we. Your seatbelt fasten whenever you're seated. If you need to collect your personal belongings, please be careful when opening always, the luggage bins as the contents. Elke keer als je wil gaan praten, gaan er andere mensen praten. Maar we are in the airplane. Ik zit naast Pieps, we zitten hier zo'n 2-aan-2 vliegtuig. We zijn geland. We zijn in de auto naar het hotel. Sander zit voor. Vond je het leuk in het vliegtuig? Ja. Dat is wel leuk, hè? Wat heb je gedaan dan? Wij zijn in de hotelkamer en hoe doe ik dit? We zijn eventjes aan het eten. Diepste dier, Gossip World te kijken. Je hebt het helemaal op, hè? Oh my god. Is het lekker, Olly? Ja. Ik ga nu even make-up pakken en mijn haar kammen. En mijn schoonhouden doen. En dan gaan we... En dan gaan we naar... Dat gaat Sander jullie zo vertellen in de auto onderweg. Jij gaat alles vertellen over wat we gaan doen, toch? Oh. In Dresden. Nou, waar de travels ons nu weer allemaal naartoe hebben geloodst, ongelooflijk. Wij zijn in Dresden. En als je voetballiefhebber bent, dan denk je aan Dynamo. En je denkt dan communisme. En je denkt misschien ook wel een beetje aan een zwarte bladzijde in de Duitse geschiedenis. Maar Dresden is fucking mooi. Echt niet normaal. Kastelen en de Elbe die glooit zo langzaam door het landschap en... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel onder de indruk ben. So far, so good. Ik heb die meiden heb ik bij me, maar ik moet je wel echt iets tussen jullie en mij. Ik word helemaal gek van het wachten. Ik weet niet of er mannen meekijken, maar worden jullie ook niet helemaal gestoord van het eindeloos wachten tot die chicks klaar zijn? Maar goed, we gaan nu op zoek naar de echte Christmas spirit. Want we zijn bij een slot aangekomen in Pilnitz. En dat slot is gebouwd door August de Sterke. August die Stake. En dat was hier obviously een overlord, adelman. Met heel veel land en geld en macht. En die dacht bij zichzelf, weet je wat ik ga doen? Ik bouw een kasteel, want mensen met macht en geld die bouwden in die tijd kastelen. En dat vind ik wel heel tof, om eindelijk het Duitsland dus te gaan leren kennen van voor die zwarte bladzijde. Want Duitsland heeft natuurlijk een prachtige geschiedenis. En met name al die adelrijken en die edellieden die hier het land verdeelden, die hebben daar hele mooie dingen van achtergelaten.
Dus we gaan kijken. Oh my god, we zijn aangekomen. En het is zo mooi. Jullie pakken meteen haar telefoon. Alles is helemaal uitgelicht. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Dit is een soort van fontein met lichtjes. Zo mooi, hè? En Olly heeft inmiddels plaatsgenomen op Sander. Ik ben nu al meteen in de Christmas spirit. Ook. Ja, ik ook. Echt niet normaal. Dit is echt een soort van... Hoe crazy mooi is dit. Al die bomen hier zijn uitgelicht. Ik heb hier net een foto gemaakt. Cool. Misschien staat hij al wel op mijn Insta als deze vlog online komt. Nu willen we naar een marshmallow twist. Dit is zo mooi, San. Niet normaal, hè? Nou, echt bizar. Oh, cool. Kijk, een projectie. Wat zeg, leuk. Kijk, allemaal sterren. Zijn dit 24 dagen, San, van kerst? Zeg je? Dit is gewoon een hele grote advent. Een grote advent. Oh, ik mis mijn Dior advent. Kan ik morgen er twee open doen, mijn Dior adventkalender. Oh, cool. Oh, je kan hier marshmallows vloggen. Je kan hier marshmallows vloggen. Goed verhaal. Roosteren, dus dat gaan we nu doen. Ik heb zo'n honger. Kijk hoe leuk het is. Kijk, ik wil laten zien. Dus je krijgt dit. Kijk, ik heb dus een sandwich met chocola. En dan ga je dit zo vormen. En dan gaan we dit zo opnemen. Olly gaat ook nemen. En jij hebt? Ik heb een glue wine, sowieso. Een glue wine. En amandelen met suiker. En ja, ik heb ook zo'n. Was met vanille. Ah, vanille, ja. Super lekker. En dan kan je het daar zo warm maken. Maar kijk man, ze hebben dus allerlei smaken. Dus passionvruchten, champagne, ja, kokosnoten, super leuk. Vanille, popcorn, cranberry. Oh, dit is zo leuk. Zijn jullie nu gewoon aan het roosteren? Zo lekker. Zo warm. Oh, jullie gaan hier natuurlijk nooit meer weg. Olivia, dat is zo cool. Kijk dan. Lekker? Is de marshmallow lekker? Noor, daar, volgens mij staat meneer August. Die op dat beeld? Ja, dat is die gast die dit allemaal gebouwd heeft. Zo mooi uitgelicht, dit hele park. Het is echt bizar. Echt leuk om heen te gaan, ook voor anderen. Ja. Hier is een wishing tree. Wat kan je hier doen, Biebs? Kijk, een band in de boom. Op een kaartje hangen. Oh, dat is echt schattig. Zo cute. Waar is vuurwerk? Oh, maar daar is Olly bang voor. Olly is vuurwerk! Ja? Ja! Wauw! Dat is mooi! Ze houdt jouw hoofdje zo lief vast, San. Ja. Laten we in de tent gaan. Ja, wij wandelen eventjes hier af. Ik zou nog eens wat leuke dingen zien filmen en dan gaan we weer naar het hotel. Het is dus echt heel vroeg nog. Het lijkt of het heel laat is omdat het zo donker is. Maar het is 6, 7 uur pas, toch? Half 7. Half 7, ja. Lijkt het. En ik ben zo misselijk van die marshmallows. Oh, het zit zo vol. Zo vol. Maar goed, we moeten nog avond eten. En misschien gaan we nog naar een kerstmarkt in Dresden, want we zitten midden in de stad. En gaan we daar even misschien gaan shoppen, want er was een hele leuke shopping mall. Ja. Dus misschien gaan we daar ook nog even heen. Met Hollister. Ja, en eigenlijk alles. Gewoon H&M. All the good stuff. Zou ook wel een Zara zijn. En ja. En er was ook al een klein jeanswinkel. Ja, een hele losse. Ja. Met apart. Ik weet niet hoe scherp ik ben. Het is wel koud. Het is heel koud. Maar ja. Okay. Wij kwamen net een beetje tot de conclusie dat het een soort van Disneyland is voor kerst. Voor kerstfreaks zoals ons. Een van de allerleukste dingen in het leven, behalve mijn hand voor de microfoon houden van de vlogcamera. Ja, ik zag het. Het is een vlog van de Bijenkorf. Had ik net gekeken. En alle stukjes dat jij filmt, heb je er maar gewoon weer voor. Misschien heb ik het er nu wel weer voor. Ik weet niet eens hoe het werkt. Ik weet toch helemaal niet waar ik mee bezig ben. Nee, ik doe maar, wat. Nee, ik doe maar wat. Ik heb geen idee. Ze wil op je grafsteen zetten. Hij deed maar wat. Hij deed... Nee. Op mijn grafsteen moet staan. Aan jou heb het niet gelegen. Aan hem heb ik niet gelegen. Dat kan je alsjeblieft gewoon niet vragen. Het is zo zwaar. Dus ik word de hele dag echt helemaal gek van deze wijven. Het gaat maar door. Wil je dit doen? Wil je dat doen? Wil je zus doen? Wil je hier? Wil je daar? Maar, waar ik dus echt heel veel plezier van heb, is het heel hard zingen op straat van liederen. Dus dat ga ik dan nu ook even doen. Let op de reactie van
kilometer verderop. Zie je dat gele tasje wat daar komt? Nou, dat meisje dat eraan verbonden is, dat is Bibi Kleinenberg. Nee, we moeten hier naartoe, jongens. We wish you a Merry Christmas. Zitten jullie allemaal weg in de comments op de vlog dat ik zo onaardig tegen Sander ben? Dit is de realiteit. Ja, dit is gewoon de realiteit. Dit is letterlijk de metaforische realiteit. Ik draai die 18 kilo. Ik ben gewoon een show. De camera zit luister, doen. Het is gewoon heel simpel. Ik zag het laatst ook al ergens. Sander is gewoon een showpony. Ja. Nou, ik ben geen showpony, ik ben een fucking show-olifant. We zijn in het restaurant aangekomen. We hadden echt enorm zin in pizza, maar we zijn op een soort van 80 plus cruise schip terechtgekomen. Dit is het interieur. Zo zachtzijdig ben ik. Dit is gewoon namelijk echt een goede pizza en een goede Italiaan, maar ik wil helemaal niet een goede Italiaan. Ik ook niet. Ik wil gewoon pizza. Ik wil gewoon heel veel zout op een stuk deeg. Ik ook. Met gesmolten kaas. Dat wil ik. Ik ook. En hete olie. Ik had er zo'n zin in. Ik voel me echt benadeeld. Plus we hebben een kind dat nu, ja, zeg maar een uur geleden al haar grens bereikt had. Ja, dit wordt echt heel leuk. Maar dan is het altijd dit. Maar ze zit onder de tafel. Ik weet echt nog niet, wat zullen ze hier instoppen voor die kinderen? Op een schaal van 1 tot 10, hoe vies was het? Ja, een 10. Een echt een dikke 10. Ja, nee, gewoon een 10. Het eten was zo vies. Glippel. Zo vies. Zo vies. Maar je mag het niet zeggen, weet je, maar het is gewoon, die tomaatsoep is gewoon echt letterlijk. Gewoon uit een blik. Zo hoor, ik film nog één keer het interieur. Eén keer nog een stil denk ik. Ik wil ook gewoon helemaal niet snobby zijn. Weet je wel, je kan echt voor. Ja, als je het een beetje uitzoekt, kan je in echt een superleuke tenten, weet je, gewoon echt heel decent eten voor weinig geld. Maar dit is gewoon, ja sorry, maar dit is gewoon echt next level smerig. Ik kan niet meer wat te zeggen, maar ik had zo zin in pizza, weet je wel. Ik hou nou op, ik wil het, maar dat is zo. Ja, ik heb nu nog steeds. Dit is zo'n boter na de maaltijd. Mosterd na de maaltijd. Oh. Mosterd na de maaltijd. Boter op je hoofd. Boter na de maaltijd. Mosterd na de maaltijd. Mosterd na de maaltijd, boter op je hoofd. Ben je er klaar voor, Olly? Ga je vliegen? Wow! Oh my god, kijk dit reuze rat. Het is zo schattig. Olly, gaan we hier in? Zo leuk. Kijk hoe geweldig dit is. Was het iemand aan? Dat is toch niet normaal. Ik krijg echt hier gelijk happy vibes van. Even ja. We zijn naar een kerstmarkt gelopen. Kijk, oh, wie is dat veel? Zo leuk hier. We gaan hierin. Oh, dit is zo mooi, jongens. Kijk dan. Wauw. Was het leuk? Ja, heel leuk. Niet normaal, hè, dit. Echt te schattig. Good morning! Het is zondagochtend en gisteravond hebben we gevlogd tijdens het eten. Daarna zijn we naar de... Ja. Hebben we wel gevlogd op de kerstmarkt of niet? Ja. Oh ja. Nou ja, we zijn dus naar het hotel gegaan en zijn we eigenlijk meteen gaan slapen. En we hebben nu net opeten. En we hebben allemaal echt mega erge ballen. Weet iemand waardoor dat komt? Want we hebben het allemaal, we hebben echt goed geslapen. Echt goed, goed. Echt gewoon 10 uur. We hebben allemaal super erge ballen. Ik ga vandaag ook geen make-up op doen. Eigenlijk willen we de spa in, want we zijn er net achter gekomen als we een mega chille spa hebben. En we hebben nog. We hebben eigenlijk maar 2,5 uur. Maar we hebben geen badpakken bij ons. En de winkel gaat pas om 12 uur open. Ja, maar misschien kunnen we in de spa een badpak kopen. Ja. We hebben net ook geprobeerd de winkels beneden te zetten, anders onder licht. Shizen. Shizen. What are we gonna do? What are we gonna do? Kom ik naar de spa? Ik wil schaatsen. Schaatsen, maar het is nog niet open. Ja, het gaat zo open. Hoe laat gaat het open?
Ze zegt maar wat ook. Ja. Nee, dat weet ik niet. Alles gaat. Heb je die foto's gezien? Ik kan al schaatsen. Leuk? Vond je het leuk? Ik kan al schaatsen. Kan jij al schaatsen? Ja. Heb jij al eens een Elfstedentocht geschaatst dan? Ja. Echt? Ja, hoe hier, dan? Hoe dan? Ik zei het ook, vanaf 11 uur. Maar vriendin, het is nog niet eens 10 uur. Ja? Nee, helemaal niet. Ik kan wel eens goed schaatsen. Ik ben met zo'n poten zo. Ik moet even wachten en kijken. Luisteren en dan moet ik zo doen met schoenen. Dan ga ik lekker schaatsen. Kan je het al? Ja. 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 Zo. Ho. En dan val je, hè? Ja. Doe eens voor het geval. Hey, sorry, ik ben het wakker zo. Door het land slapen. Like always, al was de vlucht maar een uur. Toch geslapen. So let's go. Hey guys, wij zijn weer back in town. En ik had net een pakket van ASOS binnengekregen. Ga ik niet laten zien. Maar ik heb ook gesport trouwens. Sportkleding weer aan. Maar ik was begonnen met de koffer in te pakken. Voor South Africa. En voor de rest zijn we een beetje aan het werken. Ja. En ik bedacht me net, ik slik altijd ijzertabletten. Dat ik een week geen ijzertablet heb geslikt. En dat ik doodmoe ben. Dus ik denk dat het daardoor komt. Dus ik hoop dat ik zo ijzertabletten heb. Dus ja, dat is de update van vandaag. Good morning! Wij gaan vandaag eindelijk kerstboom opzetten. Shining 20 karat diamond. Ooh, nothing gets me this way. Like midnight in LA. Wil je deze good morning. Het is vandaag donderdag. Nog 2 dagen. Dan ga ik naar Kaapstad. Echt super veel zin in. Dus ik ga vandaag wat dingetjes daarvoor voorbereiden. En wat ga ik nog meer doen? Even naar kantoor. Even wat dingetjes op de website doen. Als jullie nog niet een nieuwe website hebben gezien, check die dan. Ik zet de link hier. Van Somewhere Someday. En ik wilde iets vertellen. En dat ben ik weer vergeten. Echt super goed verhaal dit. I don't know. Ja, het is donderdag. Ik ga wassen. Sporten. En voor Olly even dingetjes klaarleggen. Want die gaat dus ook mee naar Kaapstad. Which is very nice. En ik wilde nog wat vertellen. Ik heb een samenwerking op Instagram gedaan met Crème de la Crème. Dat is helemaal een nieuw platform. Een soort van heel modern oppas nanny platform. En daar kan je je aanmelden als ouder. Dus ik kan me zeg maar aanmelden als ik een nieuwe oppas nodig heb voor Olivia. En je kan je ook aanmelden als sitter. Dus als je een leuk bijbaantje zoekt of een ouder bent en op zoek bent naar een oppas voor je kind, zit een hele fijne website. En ik zelf vind het heel fijn, omdat je zeg maar gescreend wordt met video's. Dus je krijgt zeg maar video's te zien van sitters en zo kan je ook zelf mensen screenen. Ik heb altijd bij bewegend beeld toch meer een soort van gevoel dan... als je een foto of eigenlijk alleen een mailtje of zo van iemand krijgt. En omdat het om je kinderen gaat, is het ook zo gevoelig, vind ik het een heel fijn gevoel. Dat mensen gescreend zijn. En een soort van veiliger gevoel. En ik denk ook daarnaast, als oppas zijn, dat het heel fijn is. Of als je twijfelt of je je kind wilt laten oppassen, is dit denk ik een heel fijn en veilig platform. Omdat het allemaal zeg maar, met video is en alles is dubbel gecheckt en gescreend. En het is niet een of andere grote massale site waar je gewoon kan aanmelden en een nummer bent. Dus ik ga ook nog even laten zien hoe het werkt. We zoeken op beschikbaarheid en tot wanneer kan je je postcode indoen en de kilometers, leeftijd. Want ja, iedereen heeft best wel verschillende voorkeuren qua leeftijd voor een oppas. Dus go check it out als je ouder bent of op zoek bent naar een bijbaantje. En guys, deze vlog bedacht ik me net. Ik dacht dat ik 2 vlogs had gemaakt, maar ik heb 1 vlog gemaakt. Zo'n lange vlog. Laat even weten of jullie dit erg vinden of niet. Het is echt heel lang geworden.
Dus ik ga hem absoluut afsluiten. En ik ga straks een nieuwe beginnen als ik mijn koffer ga inpakken voor Kaapstad. Dus de volgende vlog is in Kaapstad met Olly. Superleuk. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie woensdag weer.